Iedere week daag ik een BN'er uit voor een duel. In de strijd maken we gebruik van de coolste gadgets. Deze week neem ik het op tegen Merel Westrik. Merel. Klaas. We gaan een duel aan. Ben je klaar voor je nederlaag? Dat heb ik vaker gehoord. Merel Westrik is een veelzijdige tv-maker. En in het 18e seizoen van Wie is de Mol was zij de mol. Het is iets met gadgets volgens mij. Het is een cameraatje. Hier kun je een hele onsmakelijke plaatje mee maken. Het lijkt wel een beetje op zo'n endoscoop. Geef die maar aan mij. Dit is een warmtecamera. Nou weet ik niet of je nou... Heb je een warme of een koude neus? Ik heb een koude neus, maar warme wangen. Daar waar je hart zit, is het heel koud. Zo, dit zal er ook mee te maken hebben. Twee interieurs. Maar het is hetzelfde, toch? Het lijkt hetzelfde. Ik zie dat jullie al goed aan de rondneuzen zijn. Ha, hey, bro. Ik was er al eventjes om de hoek. Ja, je had goed jou hier te zien. Ja, ja, jullie gaan een spionageopdracht doen. Oké. Okay. We hebben hier drie kamers. We zien er twee van nu. Maar in het midden hier heb je een ruimte die jullie moeten gaan nabouwen. En er zijn hier drie gadgets op tafel. Om precies te zien wat er in deze kamer is en op welke plek. De endoscoop en warmtecamera hadden we al gevonden. Maar Bram heeft nog een geheime gadget. Geef iets van beeld van wat hij binnen afspeelt. Dit is gewoon een remote van een wagentje of zoiets. Bedden? Oh, zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik zie in je hoofd dat ik gelijk heb. Het is waar, het is waar. Ja. Ja. Oké, je hebt gelijk. Ja. Merel en ik hebben straks 20 minuten om met onze eigen spullen de middelste kamer zo precies mogelijk en op de kleinste details na te bouwen. De spionagegadgets moeten we eerlijk delen. Ja, aan het programma waar wij aan meededen, zouden we in dit geval natuurlijk massaal vals spelen. In Wie is de Mol zouden we vals spelen. Ja, 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 dat mag vandaag niet. Ik ben de jury, dus ik hou het goed in de gaten. We moeten nu echt ons best doen. Okay. Dat de beste spion mogen winnen. Ja. Gadgets in de aanslag? Ik heb er alleen. Ja, zij mag beginnen met dat ding. Ik pak deze. Oké. Okay. 3, 2, 1, go. Prettige wedstrijd, Klaas. Oké. Okay. Klaar gaatje. Oh, ja. Oh, my goodness. Dit is echt een idioot hoeveelheid aan details. Wat staat er nou op de klok? Ja. Welke krant? Dan kun je even goed kijken. Ja, goed kijken, maar ook even goed onthouden. Nou, die fruitmand op de grond? Nee. Nog een keer kijken. Waar staat een tafeltje voor? Gaat die mee, hoor? Nee, gaat niet zo goed. Klaas, niet afkijken, hè, bij de buurvrouw. Zou niet die durven. Af te kijken? Nee, helemaal niet. Jij pakt elke keer dezelfde gadget. Laat het daar ja, zo maar hebben. Dit is een superhandige gadget. Ik leg hem iedere keer netjes terug, Klaas. Ja, dat is wel waar. Deze zit er niet in. Nu Merel heel druk is, kan ik snel even de andere gadget erbij pakken. Als ik hem tenminste aan de praat krijg. Oh, ik word gek. Wat een geouwe hoer. Ja, oh, zo gaat hij naar achter. Wow. Is een kat. Grimpies kat. Kom maar, poesie. Jij mag lekker onder de bank. Waarom ga ik nou geen ding onthouden? Merel, je moet het apparaat wel terugleggen, hè? Oh, oké. Okay. Link, Michel. Nou, dat was gewoon niet helemaal duidelijk bij de uitleg. Oh, fijn zo'n duel met een mol. En de tijd begint ook serieus te dringen. Blijf er afwacht. Nog 5 minuten. Eén keer controleren of ik aan het winnen ben. Och, en met dit gepruts is de tijd zo voorbij. En dan heb ik ook nog niet uitgevogeld wat ik met die warmtecamera moet. Vergeet niet dat er ook nog een paspop is. Paspop? Aha, dat is een hint. Mijn ruimte. Deze ruimte. Zit er nou iemand? Ja, die pop die flikker ik gewoon achter. Want iets zegt mij dat daar gewoon iemand achter zit. Zit daar iets? Zit hier een mens? Klaas, zie jij een mens ergens? Nee. Nee, er ligt niks. Hè? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Hey, stop, stop. Ja, hoe ging het? Verschrikkelijk. Wat ja? Echt verschrikkelijk. Wat was het jij had sowieso volgens mij een goede keuze gemaakt om met deze te beginnen. Ja. Want ik merkte heel erg, oh, je hebt veel,
Zit binnen bij de adem. Ja, ik heb het een beetje warm. Ik heb ook heel erg mijn best gedaan. Bloedfanatiek. Jemineetje. Eens kijken wat jury Bram van onze inspanningen vindt. Hij checkt de 30 mogelijke overeenkomsten met de geheime kamer. Oh. Oeh, snap! Oeh. Kussen, check. Oeh. Oh, nee, shit, die plant en die had ik aan de andere kant moeten zetten. Oh, die heb jij ook verkeerd. Ja, die heb ik ook verkeerd. Ik wil even achter het gordijn kijken. Ah, nee. Ja! Nee. Nee, schrik maar rot ook. Hier. Tadaa! Oh, nee. Die is fijn. Wacht even, ik heb echt veel fouten. Het was 17 om 13 punten. Dus 17 punten en 13 punten. En de winnaar is geworden... Miro! Ja! Ja. Oh, deze komt heerlijk binnen, want ik dacht, ik heb hem. Dat maakt het verlies extra pijnlijk als je dat denkt. Maar hard gefeliciteerd. Ik zou je bijna een hand willen geven, maar ja. Dat doen we niet meer. Ik ga even op die bank chillen. Ach, kan ik Nero verslaan in een spionageduel? Helaas, ik ben gemolken. Bloedstollend spannend! Oh nee, dat was wat anders. Klaas kan alles, daar kijk je naar. En als je een ander duel wil zien, moet je even hier klikken. Daar kan je je abonneren. En hier vind je andere vette opdrachten. Lekker kijken, veel plezier.